Goed, dames en heren, volgens mij kunnen wij wel beginnen. De pers is ook binnen inmiddels. Na de wethouders de persbijeenkomst verlaten. Dat is de reden dat we een paar minuten later zijn gestart. Maar welkom, we zijn voor het overige compleet. Want er zijn drie berichten van verhindering ontvangen. Dat geldt voor de heer Geertsema, het CDA. En de heren Ten Berge en Kamps voor het BBC. Zoals gezegd, voor het overige zijn wij compleet. We hebben een betrekkelijk overzichtelijke agenda. Maar zoals inmiddels een gebruik al begint te worden, voor zover je dat kunt zeggen, een kerstvers begin van deze nieuwe bestuursperiode, verwacht ik bij het agendapunt vaststelling van de agenda nog wel iets. Er zijn wat mij betreft verder geen mededelingen te doen. Het is de ene laatste raadsvergadering van voor het zomerreces. Dus we zijn ook nog wat stevige stukken van een verdiend verlof vandaan. Dat komt allemaal vanzelf. Ik stel agenda punt 3 aan de orde, de vaststelling van de agenda. Wie mag ik daarover het woord geven? Niemand? Want als ik de agenda nu ongewijzigd met hamerslag vaststel, dan... Ja, de heer Zuur. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, laten wij dan ook maar meegaan in de goede gewoonte. Wij hebben een motie laten agenderen voor vanavond. Die overigens wel kort voor de vergadering nog enigszins is gewijzigd. Dus zoals die nu voor ligt, maar dat zal ik straks wel toelichten, is die niet helemaal zoals die definitief is. Dank u wel. Het betreft de motie over de verkeersveiligheid provinciale wegen, zoals die getiteld. Raadsleden hebben inmiddels op de tafels aangetroffen, maar ik verduidelijk het toch maar even voor de toehoorders. Ook op de tribune. Het is een motie vreemd aan de orde van de dag. Dus ik stel u voor om die conform wat we daarover hebben afgesproken, na de behandeling van de bespreekpunten met elkaar aan de orde te stellen. Ja? Nog meer voorstellen ter wijziging van de agenda? Niet het geval. Ja? Ja. Volgens mij, ja, er werd wel even gekeken, maar volgens mij staat voor de MCO al bij bespreekpunten wat betreft de andere motie. Ja, zeker. Ja. Dat is een regulier agendapunt, dus daar kunt u een eventuele motie altijd indienen. Maar goed, bedankt voor de aankondiging alvast. Ja, dit is de agenda. Is zo vastgesteld. Dan de voorgestelde wijze afdoening van ingekomen stukken. Daar is... Sorry, ik sla de besluitlijst van 22 mei over. Dat moet ik natuurlijk niet doen. Dus ik stel aan de orde de vaststelling van de besluitlijst van 22 mei 2018. Ja, de heer Hoedemaker. Ja, het is geen reguliere behandeling, hè, dus stelt u dat maar gewoon vanaf uw plek aan de orde. Voorzitter, deze week is de week van de invasieve exoot. Dat is de week waarin organisaties als Staatsbosbeheer aandacht vragen voor nare exoten zoals de duizendknoop. En dat is een motie die ik vorige raadsvergadering heb ingediend en die weliswaar verworpen is. Maar waar de wethouder toen wel heeft toegezegd de inwoners voor te gaan lichten over de Japanse duizendknoop. En samenwerking te zoeken met mede-overheden en instanties. En dat kan ik niet terugvinden op de besluitenlijst. Dat klopt, want het is een besluitenlijst. En het is in die zin een beknopte. Toezeggingen van de wethouders worden op een andere manier geadministreerd dan in de besluitlijst. Maar u benut deze gelegenheid handig om de wethouder te attenderen dat dit misschien wel een logisch moment zou zijn om de Japanse duizendknoop nog eens beroemder te maken dan hij al was. Ja, ik begrijp het. Ik begrijp ook dat u geen opmerkingen over de wijze van verslaglegging heeft. Nog één. Want er is ook een motie geamendeerd over vuurwerk en daarin staat in deze besluitenlijst, en dat is wel heel serieus denk ik, niet wat de uitslag is van die stemming. Moet dat er niet in opgenomen worden? Dat is, daar heeft u wel een punt. Dat zullen we nog opnemen. Ja, dat moet natuurlijk, hoort erbij. Dat ligt ook vast in de besluiten die ondertekend zijn door ons beiden. Dus dat kunnen we zonder meer zo vertalen in de besluiten. Dat zullen we doen.
Andere opmerkingen over de besluitlijst? Niet? Dan is hij al dus gewijzigd, aangevuld moet ik zeggen. Vastgesteld. Dank voor de alertheid, meneer Roedemaker. Dat maakt het makkelijker uw kleine verkenning van de ruimte die het agendapunt biedt. Ook wat coulanter mee om te gaan. Ja. Agendapunt 5. De voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken. Ik was net begonnen te zeggen dat de ingekomen stukken afdoeningsvoorstel natuurlijk in de commissie al eventjes langs zijn geweest. Bestaat er nu nog behoefte om daar opmerkingen over te maken? Te amenderen in ieder geval. Dan handelen ze conform de voorstellen af. Dan zijn we daarmee aangekomen bij agendapunt 6. Dat zijn de stukken waarvoor is vastgesteld in dezelfde commissie dat er met een hamerslag dat het kan worden afgedaan. Dat geldt als eerste voor het voorstel inzake de begrotingswijziging 2018, de ontwerpbegroting 2019, het jaarverslag en de jaarlijkse rekening 2017 van de veiligheidsregio Drenthe. Dan gaat het om het voorstel in zaken de GGD Drenthe ook, de jaarstukken 2017, begrotingswijziging 2018, kaderbrief 2019 en ontwerpbegroting 2019. Als derde hamerstuk het voorstel in zaken de jaarrekening 2017 en ontwerpbegroting 2019 van het recreatieschap Drenthe. Als vierde het voorstel in zaken de financiële stukken over de regionale uitvoeringsdiensten Drenthe. Dat gaat ook over jaarverslag, jaarrekening, begrotingswijziging, kaderbrief en conceptbegroting. Als vijfde punt een voorstel in zaken de tijdelijke vangnetuitkering 2017. Dat gaat over tekort op het uitkeringsbudget. En als laatste, zesde hamerstuk, het voorstel in zaken de nota bodembeheer en de bodemkwaliteitskaart. Dat besluit strekt ertoe dat u de geldigheidsduur van die nota met terugwerkende kracht vanaf 12 maart verlengd met een periode van 2 jaar. Dat zijn de stukken waarvan in commissieverband is besloten om dat met een hamerslag unaniem af te doen. Bij deze conform al die besluiten besloten. Er zijn geen stukken met een korte stemverklaring. Dus agenda punt 7 hebben we niks te doen. Agenda punt 8 behelst een voorstel die strekt tot benoeming van onze vertegenwoordiging in een aantal gemeenschappelijke regelingen. Met name die regelingen waar de regeling voorschrijft dat u als raad daar een voordracht voor doet. Tegelijkertijd heeft u gezien dat in een aantal regelingen het wel de bedoeling is dat u daar collegeleden voor voordraagt. Dat is dus ook hier het geval. Met uitzondering van een tweetal functies lid en plaatsvervangend lid van de regeling van het openbaar, de regio Enschede Gronau. We hebben daar zojuist over gesproken in het seniorenconvent. Dus ik denk goed om dat even hier te memoreren. De conclusie daarvan was dat er nog even verkenning in de volledige ronde van uw raad vraagt om nog te kijken of er nog iets meer namen, zijn namen beschikbaar, is misschien ook gezegd, worden. Dus we zouden vanavond een voorstel kunnen neerleggen waarin ook twee mensen worden benoemd. Maar het verdient de aanbeveling van ons allemaal om nog even het rondje te maken, kijken of er belangstelling bij een van u bestaat om de regio Enschede-Gronau mede te vertegenwoordigen als gemeenteraadslid van Koevoorde. Naast de kandidaturen, moet ik nog zeggen, van ondergetekende en van wethouder Zwiers, dan wel de heer Brink. De aanbeveling verdient overigens, laat ik dat dan ook maar meteen aanvullen, enige kennis van de Duitse taal wel behulpzaam is. Ieder spreekt weliswaar zijn eigen taal, maar de ervaring leert wel dat Duitsers het wat moeilijk hebben met het verstaan en het spreken van de Nederlandse taal. Dan zou je ook kunnen zeggen, waarom zouden wij dan wel die moeite moeten doen? Ik heb er ook niks tegen als u uiteindelijk met een voorstel komt van iemand die geen andere taal machtig is dan het Nederlands. Maar dat helpt wel nogmaals. Dus dat kan u in uw overwegingen meenemen. Dus de specifieke invulling van het onderdeel vertegenwoordiger gemeenteraad op het lichaam uw regio Enschede-Gronau komt toch separaat terug. Goed, daar heb ik er al voldoende over gezegd, denk ik. Het is ter bespreking voorgelegd, omdat we, als het gaat om stemmingen over personen, dat altijd hier agenderen.
En in de commissiebehandeling was de lijst met name nog niet voorradig, volgens mij. Dus nu is het totale overzicht bijgevoegd, u heeft dat gezien. Bestaat er behoefte om hier een bespreking aan te wijden? Kijk even rond, bij niemand bespeur ik die behoefte. Kunt u dan algemene stemmen, neem ik aan, instemmen met de voorgedragen personen en de wetenschap dat er nog een nagekomen besluit zal volgen voor de aanwijzing van een lid in plaats van het lid namens de gemeenteraad. Dat is ook het geval. Dus al dus conform het voorstel besloten. En dan zijn we bij 8.2. Het voorstel in zaken de jaarstukken van de EMCO-groep. Ook als verbonden partij, maar altijd goed voor veel belangstelling, ook van de zijde van uw raad. Dus ik kijk eventjes, er is net al een motie in het vooruitzicht gesteld, die door een aantal partijen is ondertekend. Maar omdat de heer Blanke als eerste het woord nam, veronderstel ik dat hij er ook geen bezwaar tegen heeft, dat hij nu ook als eerste het woord heeft. Meneer Blanke, gaat u gang, Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Vandaag liggen de stukken voor ons over de EMCO. In deze stukken zien wij oplopende tekorten en dit wordt veroorzaakt mede door teruglopende subsidies. Tijdens ons werkbezoek aan de EMCO werd dit nog maar eens duidelijk. Maar niet alleen dat. De EMCO levert producten en diensten aan de markt. Dit doen zij met name voor regionale bedrijven. Deze mensen werken met hart en ziel. Door de kosten van deze producten en diensten laag te houden en door rijkssubsidies kan de EMCO deze werkgelegenheid behouden. In het verleden werd er door de gemeenten Emmen, Bogerodoorn en Koevoorden veel geld bijgelegd. Dit om negatieve bedrijfsresultaten te compenseren. De EMCO heeft zich hier de afgelopen jaren flink voor ingespannen. Dit hebben ze gedaan door te bezuinigen en herstructureren. Zo hebben ze onder meer kwekerij De Kwakkel en Klazineveen afgestoten. Dit waren pijnlijke maatregelen, maar deze hadden wel resultaat. Het bedrijfsresultaat van de laatste jaren laat een verbeterd beeld zien. De komende jaren zal de EMCO echter geconfronteerd worden met kortingen op de bijdrage van het Rijk. De verwachting is dan ook dat dit zal leiden tot oplopende tekorten. Dit is niet alleen bij de EMCO zo, maar ook bij andere WSW-bedrijven. De gemeenten zullen dit moeten bijleggen. In Koevoorden zal dan het geld gevonden moeten worden binnen het sociaal domein. En dat is in ons inziens niet terecht. Vers van de pers stond vandaag hier stelst nog een stuk over in de Volkskrant, waarin een tweetal onderzoeksbureaus aangegeven dat de SW-bedrijven niet langer in staat zijn om de bezuiniging op te vangen. Kom ik ook toe aan de motie. Met deze motie, mede ingediend namens BBC 2014, PAK en PPC, willen wij het college ook oproepen om zich samen met andere gemeenten sterk te maken om dit bij te sturen. Daarnaast willen wij een beroep doen op staatssecretaris Van Ark om deze bezuiniging van tafel te krijgen. Dan kom ik toe aan de motie. De Raad van Koevoorden in vergadering bij 1 op 19 juni 2018 constaterende dat de tekorten bij het SW-bedrijf EMCO, wat voorziet in werk voor mensen met een arbeidsbeperking, voornamelijk worden veroorzaakt door teruglopende subsidies van het Rijk en de komende jaren deze subsidies verder afnemen, waardoor naar verwachting het tekort verder oploopt. Overwegende dat de SW-bedrijven de laatste jaren veel moeite hebben gehad met het juiste inschatten van de begroting, doordat duidelijkheid over de subsidiebedragen van het Rijk lang op zich laat wachten, dat er vanaf 2015 is aangetoond dat het ministerie met de hoge uitstroompercentage werkt, waardoor minder subsidie wordt toegekend, een onderzoek gedaan zou moeten worden, of zou worden door de vorige staatssecretaris, maar tot op heden door het ministerie hier nog geen openheid over is gegeven, de loonkosten van het ambtelijk personeel gestegen is, maar de subsidie niet, verzoekt het college zich in VDG en VNG-verband in te zetten om verdere bezuinigingen op het SW-bedrijf EMCO te voorkomen, de staatssecretaris Tamara van Ark per brief op de hoogte te brengen van de zorgen en het appel van deze gemeenteraad en deze motie onder de aandacht te brengen van de Tweede Kamer en aan alle gemeenteraden in Nederland met het verzoek om zich bij deze oproep aan te sluiten. Zoals ik al zei, ondertekend door het PvdA, BBC 2014, PAK en PPC. Tot zover. De motie is door alle genoemde partijen hier ook ondertekend aanwezig, dus hij kan onderdeel uitmaken van de beraadslaging.
Misschien op dit moment ook even goed om te melden dat de wethouder Jo Brink ook vanavond niet aanwezig kan zijn. Maar ieder collegelid heeft zijn plaatsvervanger. Dus zou ook de heer Brink, Jeroen Huizing, zal als wethouder van dienst optreden op dit onderwerp vanavond. Dat even voor de volledigheid. Goed, het lijkt me ook goed dat ik dan gewoon maar de volgorde van de ondertekeners eerst maar eens even de revue laat passeren. Dus ik kijk ook naar de heer Hoge, PwC. Voorzitter, sociale werkplaatsen op de rand van de afgrond, meldt Zembla vandaag. Oude sociale werkplaatsen kunnen bezuinigingen niet meer opvangen en de gemeenten zullen hiervoor moeten opdraaien, melden de Volkskrant en het NOS. De REC is eruit, schrijft de Volkskrant vandaag op basis van een rapport van onderzoeksbureau Berenschot en SEO Economisch Onderzoek. Het kabinet Rutte II, 2012-2017, bezuinigde over een periode van 5 jaar 3000 euro per arbeidsgehandicapte. Door de invoering van de participatiewet en het afschaffen van de wet sociale werkvoorziening, WSW, in 2015 zijn duizenden mensen met een beperking in de problemen gekomen. De mensen op de sociale werkplaatsen kunnen niet harder werken dan ze nu al doen, terwijl ze wel logischerwijze loonstappen maken. De rekening van de oplopende tekorten komen terecht bij de gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de sociale werkplaatsen. In 2014 legden de gemeenten in totaal 43 miljoen euro bij, maar voor dit jaar komt dat neer op 190 miljoen. In de Volkskrant pleit Cedris, de koepel van sociale werkplaatsen, ervoor om de bezuinigingen terug te draaien. De fractie van BBC 2014 is helaas allesbehalve verrast door het nieuws van vandaag. In de commissievergadering van 5 juni heeft onze fractie al een grote bezorgdheid uitgesproken over de wijze waarop de Rijksoverheid invulling geeft aan de participatiewet en de gevolgen die dat heeft voor werkvoorzieningen als de EMCO-groep, waar wij als raad en de koe voor de samenleving een grote verantwoordelijkheid voor voelen. De gemeente kunnen niet anders dan de portemonnee trekken. De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht. Maar hoe is het eigenlijk met de zorgplicht van de Rijksoverheid? De participatiewet is een prachtig ideaal, mits het dan wel tijd en voldoende kans geven. Het idee is gewoon heel nobel om meer mensen in de samenleving mee te laten doen en om echt alle inwoners op de arbeidsmarkt een eerlijke kans te geven. Maar de uitvoering is een heel ander verhaal. Het vergt anders denken voor werkvoorzieningschappen en het vergt ook anders organiseren. Een omslag die niet van vandaag op morgen is gerealiseerd. Het is dan ook een illusie om te denken dat werkvoorzieningschappen sneller zullen leegstromen en dat beschut werkplekken bij het bedrijfsleven voor het oprapen liggen. Dat is echt een meerjarig proces. Voorzitter, de voortslepende grote onzekerheid over financiële consequenties, zoals onduidelijkheid over de toekomstige ontwikkeling van subsidiestroom en budgetten voor de werkvoorzieningschappen, dient wat de fractie van BBC 2014 betreft nu echt te worden weggenomen. Dat signaal willen we met deze motie, waar we samen optrekken met de PvdA en gesteund door de fracties van PPC en PAK, dan ook heel nadrukkelijk afgeven. Het is echt 5 voor 12 en dit dossier laat ons niet los. Als de financiële onzekerheden worden weggenomen en werkvoorzieningschappen als de EMCO-groep binnen realistische kaders aan een toekomstig bestendige structuur kunnen werken, willen we dat heel graag, willen we dat ook een kans geven. Op deze wijze kunnen we ook verder invulling geven aan het realiseren van nieuw beschut werk en inspelen op doorgroeimogelijkheden van de kwetsbare groepen waarover we het hebben. Nogmaals benadrukken we daarbij het belang van maatwerk. Niemand mag tussen wal en schip geraken. Ik hoop dat we daar de Rijksoverheid op zeer korte termijn van weten te overtuigen. Bedankt. Dank u wel. Ik neem aan dat mevrouw Driehuis zich ook wel aangesproken voelt door het rijtje. Ga de gang. Dankjewel, voorzitter. Wat betreft ons ook, er is al heel veel gezegd inmiddels. Als we naar de stukken kijken van de EMCO, dan zie je dat ze de afgelopen jaren ontzettend veel gedaan hebben om juist het bedrijfsresultaat omhoog te krikken. En toch uiteindelijk zie je het niet terug in de cijfers. En dat baart ons enorme zorgen, omdat dat voornamelijk te wijten is aan het feit dat die rijksbezuinigingen zo ontzettend de klap uitdelen.
Dus wat ons betreft is vanuit die verantwoordelijkheid die we voor de MCO hebben en juist die kwetsbare groep mensen die daar werkt, hebben wij gemeend deze motie te moeten ondersteunen. En vinden we het nodig dat er een stevig appel wordt gedaan op de centrale overheid. Want het is al een paar keer genoemd, het is veel in het nieuws vandaag. Ik las vandaag inderdaad ook een artikel in Buitenlands Bestuur dat gemeenten als gevolg van die rijksbezuinigingen opnieuw zo'n 190 miljoen moeten gaan ophoesten. De vraag is of dat de komende jaren minder wordt. Ik vrees van niet. Je ziet gewoon dat SW-bedrijven de afgelopen jaren steeds efficiënter zijn gaan werken en dat het operationele inkomsten langzaamaan gaan stijgen. Maar je ziet het gewoon door de teruglopende rijkssubsidies en de oplopende loonkosten dat het gewoon lastig wordt voor SW-bedrijven om uiteindelijk het hoofd boven water te houden. En zeker in deze tijd van een aantrekkende economie zou de Rijksoverheid moeten nagaan in hoeverre de ingezette bezuinigingen niet kunnen worden verzacht of zelfs kunnen worden geschrapt en of instroom in de toekomst niet gewoon weer moet worden herzien. Juist vanuit het maatschappelijk belang om deze kwetsbare groepen aan het werk te kunnen houden en de juiste beschutting qua werk te kunnen bieden. Wat ons betreft, dus vanuit het college, maar ook vanuit deze raad, een stevig appel aan de staatssecretaris, juist vanuit onze zorgplicht en het maatschappelijk belang. Dank u wel, mevrouw de Juist. Meneer Bouwers, PPC. Ja, dank u wel, voorzitter. Er is al heel wat genoemd over de MCO. En wat ook is genoemd dat we bij de MCO zijn geweest. En dat die mensen van de directie hebben laten zien wat er allemaal gebeurt. En wat voor een plezier als die mensen in het werk hebben. Dat is geweldig. Maar ja, het gaat altijd om het, mag ik niet zeggen, maar het verrekte geld. En dat is natuurlijk hier, dat is hier ook zo. Ik zat er vanmorgen nog eens even in te kijken en ik zag op donderdag 8 februari, toen stond het ook nog in een landelijke krant, haal de sociale werkplaats terug. En ik denk, ja, men wil er misschien niet meer aan, maar ik denk wel dat het de toekomst is als je dit soort mensen nog een toekomst wilt geven op een arbeidsplaats. Ik heb de commissievergadering nog eens afgeluisterd over het onderwerp MCO. En ik heb daar gehoord hoe men er ook over denkt hier in de raad. Ik denk dat dat wel goed zit. De motie van de Partij van de Arbeid, die ze daar al hebben aangekondigd, dekt in feite wel wat daar naar voren is gebracht. Iedereen voelt gewoon de onmacht die bij de gemeente ligt over de financiële dekking. Mijns inziens dient aan het Rijk duidelijk gemaakt te worden dat de strakke regie vanuit Den Haag het gemeenten onmogelijk maakt om goed beleid te voeren over dit onderwerp. Met name het subsidiebeleid in deze is afgestemd op aannames en niet op realisme. In dit systeem zitten onredelijkheden die op het bordje van de gemeente terechtkomen. Des te erger is het dat het Rijk hiervan op de hoogte is en niet op anticipeert. Dank u wel. Dank u wel, meneer Bouwers. Ik kijk even de andere fracties aan. Behoefte voelde bijdrage in eerste termijn? Nee? Ja? De heer Heling? CDA? En de heer Hoedemaker? De heer Heling, gaat uw gang. Ja, allereerst willen we de PvdA danken voor het tijdig toezenden van de motie. Dat geeft ons en andere fracties tijd om er iets van te vinden en met een onderbouwde reactie te komen. Het CDA vindt de MCO-groep een sympathieke organisatie en die, voor zover wij kunnen bepalen, goed wordt geleid. Het CDA vindt ook dat mensen die tussen wal en schip dreigen te geraken vanwege een arbeidsbeperking een goede en veilige aangepaste werkomgeving verdienen. In het verleden werden te veel mensen in deze sociale werkplaatsen ondergebracht. Ook mensen die eigenlijk op een andere plaats op de arbeidsmarkt thuis horen. Als de subsidies niet worden verlaagd, is er geen druk meer om de gewenste situatie te realiseren. De herstructurering van het beleid op de WSW is zeker niet volmaakt, maar wij vinden wel dat de regering op de goede weg is om meer grip op de uitgaven in deze sector te krijgen. Ook de MCO
is goed bezig om mensen uit te plaatsen, de organisatie nog meer te verbeteren en inkomsten te genereren. Er moeten voor deze mensen andere vormen van werkvoorziening komen, die subsidieneutraal zijn en een beperkte overheid hebben. Wij zijn ons ervan bewust dat er altijd overheidsgeld in deze sector moet worden geïnvesteerd. Maar of dat nou van het Rijk komt of van een van de lagere overheden, het blijft gemeenschapsgeld. We vinden een motie niet de juiste weg. Als de PvdA dit onder de aandacht van de Tweede Kamer wil brengen, dan stellen wij voor hun eigen Tweede Kamerfractie te mobiliseren. Dank, meneer Heiling. Ik zag de heer Hoedemaker zich ook melden, D66. Ga de gang. Dank u wel, voorzitter. De verhalen van de indieners van deze motie verbaasden mij. Want ze zijn terecht vanuit landelijk perspectief. Maar als je het inzoomt op de situatie hier in Zuidoost-Drenthe bij de EMCO, dan gaat het niet helemaal op. Voorzitter, vorig jaar voorzag de EMCO in zijn meerjarenbegroting een bijdrage voor koevorden van bijna 721.000 euro in 2019. En nu blijkt naar verwachting slechts 690 euro nodig te zijn. We krijgen ruim 2 ton terug op het voorschot van 2017. En ook de bijdrage voor 2018 leverde bij de bijstelling in januari een meevaller van zo'n 10% op. 610 in plaats van de eerder begrote 670.000 euro. In de gemeenteraad van Emmen heeft de portefeuillehoudend wethouder vorige week al aangegeven dat er weer een begrotingswijziging voor 2018 op komst is. En dat het tekort van de EMCO dan nog eens een keer met het dubbele bedrag omlaag gaat. Voorzitter, de EMCO stapelt al jaren meevaller op meevaller. Of misschien moet je tot de conclusie komen dat de EMCO wat pessimistisch begroot en dat ze de risico's keer op keer overschatten. Het geeft mij in ieder geval geen reden om op dit moment ongerust te zijn. Vooral omdat we nu al zien dat de financiële situatie vanaf 2020 verbetert. Keer op keer blijkt dat de kosten lager zijn dan begroot en dat de inkomsten meevallen ten opzichte van de eerdere prognose. Opvallend is daarnaast dat de EMCO in zijn begroting de gestegen kosten nooit doorberekent aan zijn afnemers. Verder blijkt uit de jaarrekening van 2017 dat de rijksbijdrage op de loonkosten WSW is teruggelopen met 1,25 miljoen, inderdaad. Maar de lonen en de sociale lasten zijn in hetzelfde jaar nog iets harder gedaald. Tel daarbij op het lage inkomensvoordeel van ongeveer een halve ton. En dan blijkt dat er tegen de verwachting in eerder meer dan minder inkomstensubsidie per werkplek is ontvangen. Voorzitter, Koevoorde heeft er met de EMCO voor gekozen om de WSW op een klassieke wijze uit te blijven voeren. Andere gemeenten hebben, al dan niet ingegeven door hun SW-bedrijf, gekozen om meer in te zetten op detachering, uitplaatsing, joint ventures of sociale ondernemingen. In ongeveer 10% van die gemeenten wordt daardoor winst gemaakt door het SW-bedrijf. Wij hebben hier in Koevoorde een andere afslag gekozen. Maar we zijn blij met de EMCO en de manier waarop ze de taken uitvoert. Maar dan moeten we ook accepteren dat dat geld kost. Om die reden kan D66 zonder meer instemmen met de verliezen op de begroting van 2019 en de jaarrekening 2017. We hopen alleen wel dat de EMCO in de toekomst de risico's wat beter leert inschatten. Voorzitter, ik moest op mijn lip bijten bij het indienen van deze motie. En D66 staat dan ook sceptisch tegenover die ingediende motie. Er is naar mijn mening sprake van een aantal misvattingen bij de indieners. En misschien zijn ze ook wel op het verkeerde been gezet. Ik zal ze één voor één behandelen. De financiering van de SW gebeurt op basis van afbouw van het totale budget voor alle gemeenten. Dat heet het macrobudget. Dat betekent inderdaad dat sommige SW-bedrijven erbij inschieten en dat andere SW-bedrijven er voordeel van hebben. EMCO profiteert juist van deze systematiek. Dat was al voorspeld in 2014 en in 2015 werd dat bevestigd door het bureau dat onderzoek doet voor EMCO. Maar er is toen voor gekozen om deze cijfers niet in de begroting te betrekken.
Op het punt van het onderzoek naar de cijfers is de motie achterhaald. Het onderzoek waarover de motie rept, de thermometer WSW, is afgelopen week gepresenteerd door staatssecretaris Van Ark. Als het gaat om de loonkosten ambtelijk personeel, hebben de indieners gelijk. Die zijn in 2017 inderdaad gestegen. Maar het zijn juist die loonkosten die niet voor subsidie in aanmerking komen. Dat het ambtelijk personeel zijn namelijk onder meer de directie, het management en de werkcoaches. Er wordt niet bezuinigd op het SW-bedrijf zoals de motie stelt, maar er wordt alleen bezuinigd op het subsidiebedrag voor de WSW-salarissen. Die efficiëntiekorting is in 2020 maximaal en daarna wordt er dus niet meer bezuinigd. Dus deze oproep wordt op korte termijn al gehonoreerd. Verder heeft het college van Coevorde vorig jaar een manifest van de koepelorganisatie ondertekend over de zorg in de SW. De Vereniging van Directies in het Sociale Domein heeft een brief met haar zorgen geschreven aan de staatssecretaris. En de VNG-verband vindt ook veel overleg plaats met de staatssecretaris over juist deze problematiek. We moeten daarom ook voorkomen dat er een soort brandbriefmoeheid ontstaat. En tenslotte nog even dit. Sinds 2015 ontvangt de gemeente één integrale uitkering sociaal domein. Die uitkering is bedoeld voor de reïntegratie en inkomensondersteuning van alle kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. In de afgelopen collegeperiode heeft de gemeente Coevorde meer dan 10 miljoen euro, die bedoeld was voor het sociaal domein, toegevoegd aan de algemene reserve. Daar is niks mis mee, integendeel. Maar als nu blijkt dat we op één aspect van de uitvoering tekortkomen, moeten we dat ook eerst het beroep doen op deze eigen middelen en niet wijzen naar het Rijk. Dank u wel. Dan als laatste in de rij van de eerste termijn, mevrouw Vissering, VVD. Dank u wel, voorzitter. Het bezoek aan de EMCO een paar weken geleden in Coevorde heeft ons een inkijk gegeven in de werkzaamheden die de werknemers daar verrichten. Zoals we al eerder gememoreerd hebben, een bijzonder en ook zeer goed georganiseerd bezoek. We vonden het erg fijn om te ervaren dat deze mensen, die niet in staat zijn om op reguliere arbeidsplaatsen te kunnen werken, hier juist wel in de gelegenheid worden gesteld om te werken. Hierdoor meedoen in onze maatschappij en de mogelijkheid krijgen om te laten zien hoe waardevol ze zijn. Wij dragen dus de EMCO een warm hart toe. Maar de motie die de Partij van de Arbeid heeft ingebracht, die steunen wij niet. Het gaat ons inziens om landelijk beleid en zoals wij wel vaker hebben gezegd, zijn wij geen voorstander van postzegelmoties. Destijds is er door de landelijke overheid met het invoeren van de participatiewet bewust een ander beleid ingezet ten aanzien van sociale werkplaatsen. En wij als VVD-fractie ondersteunen dit beleid om anders te gaan denken. Door nu het verzoek te doen om de subsidies juist weer te verhogen, geef je naar ons idee geen goed signaal af. Door het bezoek aan de EMCO, de zeer duidelijke uitleg die we daar hebben gekregen en het lezen van de stukken die voor ons liggen, zijn wij ervan overtuigd dat de EMCO-groep hun taak heel ondernemend, zakelijk en zeer serieus oppakt. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Visser. Goed, dan is dat een eerste termijn die een mooie breedte van opvattingen over met name de motie tot stand laat zien en een opmerkelijke eensgezindheid als het gaat over de EMCO en de jaarstukken die eigenlijk het onderwerp van de agenda vormen. Ik geef graag het woord aan de plaatsvangend portefeuillehouder, de heer Huizing. Dank u, voorzitter. En voordat er raadsleden in verwarring raken, zeggen, maar we hebben net bij een van de vorige agendapunten de heer Swiers als plaatsvervanger van de heer Brink aangewezen. Dat klopt, maar dat is de vertegenwoordiging in het DB van de EMCO-groep. Zoals u weet, als het gaat om de vervanging binnen het sociaal domein, vervang ik wethouder Brink wanneer dat nodig is. En gelukkig hoeft dat niet zo vaak. Een hele mooie eensgezindheid. De voorzitter gaf het al aan over of de EMCO, wat voor soort bedrijf het is en hoe de EMCO presteert.
Want volgens mij is daar een breed draagvlak, ondanks dat volgens mij vooral politieke verschillen, dat de EMCO een goed presterend bedrijf is. En volgens mij was de heer Bouwers die ook terecht wees op het werkplezier van de medewerkers. En ik herinner mij ook dat dat in het verleden wel eens anders is geweest. Toen we ook negatiever spraken over de EMCO, daar misschien ook wel alle aanleiding voor was. Maar toen liet de medewerker zich ook wel eens zuchtend ontvallen van ja, er wordt eigenlijk nooit positief over ons gepraat. En dat is heel mooi om te horen dat dat nu heel anders is. Dus volgens mij is de conclusie gewoon dat de EMCO een goede voorziening is voor de mensen die het ook echt nodig hebben. Ja, en dan de efficiëntiekorting. Nou, het werd al een aantal keer aangegeven. Juist vanochtend berichten een aantal landelijke dagbladen daar ook over. Of één landelijk dagblad en wat andere media. Een onderzoek van Berenschot en SCE, of SEO. Wat ook gewoon aangeeft van die korting. Die efficiëntiekortingen. Daar zijn sociale werkplaatsen over de volle breedte of bij elkaar opgeteld, zijn niet in staat om die bezuiniging op te vangen. Nou, dat signaal is volgens mij helder. Er zijn hier al wat kanttekeningen geplaatst. Ja, geldt dat dan voor ieder SW-bedrijf of zijn er ook uitzonderingen? Nou, volgens mij is het landelijke signaal is dat in ieder geval een helder signaal van die efficiëntiekorting. En er is ook ooit bij de invoering aangegeven door de toenmalige staatssecretaris. Ik ga monitoren wat de effecten zijn. Nou, dat monitoren, dat is gebeurd. Berenschot en SEO geven nu ook aan van onze conclusie is dat van ons monitoren, je moet het toch anders gaan doen, want ze kunnen het niet opvangen. Of je dan vervolgens, en dan maak ik de stap maar naar deze motie, of je daar een motie over moet indienen, ja, dat is volgens mij echt een politiek signaal. Dat is echt aan u als raad om die afweging ook te gaan maken. Dus volgens mij zullen wij van onze kant hem niet ontraden en ook niet aanraden. Waar ik nog wel aandacht voor wil vragen, en dat hangt ook wel mede samen met denk ik de grote mate van aandacht die er op dit moment is. Voor juist vanochtend en ook al eerder dat we dat hebben gehoord. Of het wel zo efficiënt is om nu te gaan zeggen zoals het laatste streepje van het dictum vraagt om hem aan alle gemeenteraden toe te zenden. Ik merk ook dat bij een aantal fracties ook juist daar een punt is dat. Dus dat wil ik nog wel in overweging geven. Is dat wel de meest effectieve wijze? Dat je hem aan een gemeenteraad toestuurt of aan een Tweede Kamer toestuurt, dat snap ik. En dat je hem bij anderen onder de aandacht wil brengen. Maar of dit helemaal het juiste effect is, ik betwijfel. Op een iets vierde punt in het betoog van de heer Huizing, de heer Hoedemaker. Ja, is de wethouder het wel met mij eens dat de situatie van omvallende SW-bedrijven door afnemende korting in verband met efficiëntiekortingen, dat niet geldt voor de koevorder, voor de EMCO-situatie? Ja, kijk, het is helder dat de EMCO gewoon echt een goed presterend bedrijf is en dat zijn ze al jarenlang. Die hebben eigenlijk een behoorlijk aantal jaren geleden hebben ze de ommekeer hebben ze ingezet. En zijn ze gewoon echt steeds beter gaan presteren. Dus ik denk dat wij inderdaad niet bang hoeven zijn voor een op korte termijn omvallende EMCO-groep. En inderdaad, ja, terecht, uiteraard passen we dat bij. Maar volgens mij de situatie dat wij inderdaad een beeld zien van oh, we moeten echt op termijn moeten we veel en veel meer steeds bijplussen. Volgens mij is dat beeld er nog niet. U heeft daar denk ik ook een heldere analyse van gegeven. Of dat betekent dat de EMCO-groep tot in de lengte der jaren, ook als deze efficiëntiekorting zich doorzet, in staat is om daarmee om te blijven gaan. En volgens mij is dat een ander en is dat vooral uw politieke afweging of u dat wel of niet vindt. Ja, toelichtende vraag, hè? Want we hebben ook nog een tweede termijn waarop de discussie ook kan plaatsvinden, ook tussen u onderling als raadsfractie. Ja? Dank, heer Huizing. Heeft u voldoende ammunitie om een tweede termijn met een gerust hart in te gaan? Dat is het geval. Ja? Zullen we gewoon hetzelfde rondje, dezelfde volgorde doen als in de eerste termijn, de heer Blanke? Ja, dank u wel, voorzitter.
Goed, nou ja, allereerst ga ik even richting CDA. Nou, jammer dat jullie niet willen steunen, maar we zijn wel blij met de toezegging om nou ja, toch via een andere kanaal de Tweede Kamer te mobiliseren. Goed, ga ik even richting... De Reiling. Nou, ik heb jullie geadviseerd dat jullie je eigen Tweede Kamerfractie moesten mobiliseren en niet de CDA-fractie. Dan heb ik het helaas verkeerd begrepen. Goed, dan even richting D66. Die gaf aan van, ja, de MCO die rekent het niet door aan de aannemers. Nou, volgens mij werd er op die avond zelf gezegd, waar je zelf bij was, van ja, goed, als wij er nu meer voor gaan vragen, dan, ja, dan gaan bedrijven bij ons weg en dan gaan ze naar Polen. Nou, volgens mij is dat dus niet iets om de kosten omhoog te krijgen. En ja, goed, blijkbaar ja, heb ik op die avond dus iets andere dingen gehoord. Dat het toch wel 5 voor 12 is, zoals BBC dat al zei. Daarnaast zien we in het rapport ook dat we van nou ja, naar 190 miljoen de gemeente straks moeten bijdragen. Volgens mij ja, vind ik dat wel heel veel geld wat dan op ineens op de gemeente afkomt. Meneer Roedemaker. Nou, u heeft op die avond dezelfde dingen gehoord als ik. Of ik heb op die avond dezelfde dingen gehoord als u. En ik interpreteer ze denk ik ook wel voor de, op dezelfde manier. Alleen ze hebben geen betrekking rechtstreeks op de MCO. Ze hebben betrekking op het sociale werkbedrijf in het groot. Dank u. Ja, goed, nou ja, goed, vandaar dat dit ook een motie is richting het sociaal werkbedrijf. Hè. Er werd ook op die avond aangegeven van ja, die subsidies, die, dat is toch wel erg van belang. Dat er nu niet meer mee gaat gebeuren. Nou, dat is ook een van de redenen en volgens mij ook wel een beetje het gevoel binnen een aantal partijen binnen de Raad dat het niet nog minder gaat worden. Dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Hoge. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk dat de participatiewet voldoende aanleiding geeft om te evalueren. En waar het geld nou vandaan komt vanuit de overheid of de gemeente, dat is denk ik niet zo op dit moment van belang. Waar het om gaat is dat wij in ieder geval die voorziening die heel belangrijk is voor die kwetsbare groep, dat we die intact houden. Ik denk ook niet dat we moeten kijken naar 2017, 2018, 2019, maar vooral in de toekomst, naar de nabije toekomst. Dat daar, en collega Blanke refereerde er ook al aan, dat we daar ook vooral naar moeten kijken. Als ik het rapport van de MCO-directie lees, dan lees ik hele goede dingen. Dat ze met hele goede bedrijfsresultaten kunnen maken. Dat er een enorme arbeidsmoraal is, maar dat we als gemeenteraad ook een verantwoordelijkheid hebben om die moraal bij de mensen in stand te houden. Ook voor de komende jaren. En wat ik al zeg, ik refereerde in mijn eerste termijn aan onderzoeksbureau Berenschot. Het is niet de eerste, de beste bureau. Als u de media leest, maar ook vooral de gemeenten in Nederland leest en hoort, dan, ja, dan is onze zorg denk ik wel terecht en dat we die ook moeten uiten. En ik heb heel graag een gedeelde verantwoordelijkheid samen met de Rijksoverheid die dit pad heeft gekozen en niet de gemeente. Bedankt. Dank u wel, meneer Hoge. Mevrouw Driehuis. Nou ja, ik kan daar heel kort over zijn. Ik kan me daar gewoon bij aansluiten. Ik denk dat het ook vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en onze zorgplicht nodig is om te zorgen dat dit soort voorzieningen in stand blijft. Dus ja, ik heb het verhaal van de heer Hoermaker inderdaad aangehoord met enige interesse. En ik wil daar best eens met hem over praten, want hij is daar meer in gevoerd, begrijp ik, dan ik. Maar goed, ik heb ook een stukje zorg gehoord toen we bij de MCO waren. En ik denk dat het gewoon belangrijk is om dat appel te doen uiteindelijk. Om het overall te zorgen dat juist deze kwetsbare groep mensen de mogelijkheid blijft houden dat zij beschut kunnen werken. De heer Wouwers. Ja, dank u wel, voorzitter. En waar het natuurlijk om gaat, het is niet alleen een probleem voor de gemeente Coevorden, maar het is een landelijk probleem. En wat al diverse keren gezegd is, het gaat ons om die mensen, dat die een werkplek hebben en dat die zich daar ook thuis voelen en dat er goed gewerkt kan worden. Nou, en daar moeten we met elkaar proberen om dat betaalbaar te houden. En dat kan niet zo zijn dat het Rijk zich daar dan van het groot gedeelte van terugtrekt. En ja, dat de gemeente dan weer meer zou moeten bijbetalen. Ik denk niet dat dat de bedoeling is. Althans, niet van PwC. Sorry.
Dank u wel. Kijk naar de heer Heerling of het nog hoeft in de tweede termijn. Nee, dat is niet het geval. Ja, de heer Roedemaker. Ik deel de zorg van de vorige sprekers. Althans, ik denk dat die voor een deel al weggenomen kan worden als ze weten dat de SW blijft bestaan. Voor iedereen die op dit moment in de SW zit, die houden die SW-indicatie, die blijven in principe in dat SW-bedrijf. Er komen alleen geen nieuwe mensen bij. Dus dat SW-bedrijf wordt wel kleiner. Dat betekent dat ze niet meer 100 stuks productie kunnen leveren op den duur, maar nog maar 50 en daarna nog maar 25. Maar dat werk voor die mensen, dat kan daar in principe gewoon blijven. Die SW kan blijven. Er bestaat volgens mij ook een vrees over het feit dat de subsidies nog verder worden afgebouwd. Dat gebeurt in principe niet. De efficiëntiekorting is in 2020 maximaal. En nogmaals, tot slot, de hele motie en de strekking van de motie is op landelijk niveau absoluut een punt. Maar op het niveau van de EMCO is die absoluut niet relevant. Dank voor de toevoeging nog, mevrouw Vissering. Ja, dank u wel. Wij horen steeds toch weer dat landelijke beleid, en wij hebben ook steeds gezegd van het landelijke beleid is niet iets wat ons direct aangaat in deze. Even over de participatiewet. Die participatiewet is ingezet. Daardoor valt niemand tussen wal en schip. Ik ben het met meneer Hoedemaker eens. De mensen die daar nu op dit moment werkzaam zijn, die kunnen daar blijven. Die worden daar niet weggehaald. En bovendien is er met het ingang van de participatiewet zijn er ook afspraken gemaakt over banen. Binnen reguliere bedrijven, dus ook daar kan naar gekeken worden of mensen daar geplaatst kunnen worden en beschutte werkplekken. Dus naar mijn idee vallen daar geen mensen tussen wal en schip. En verder ben ik heel blij met de wethouder zijn opmerking dat hij zegt dat de EMCO een zeer goed presterend bedrijf is. En daar zijn wij als VVD-fractie ook heel erg goed van overtuigd. Dank u wel. Dank u wel. Ik vraag nog even uw aandacht, want geen van u heeft daar iets over gezegd. De opmerking of de kanttekening die de wethouder nog even maakte. En aansluitend bij een gedragsregel die we hier wel eerder met elkaar hebben gehad. Namelijk dat we nooit zo erg enthousiast werden van moties die wij van andere gemeenten soms frequent toegestuurd kregen met het verzoek om adhesie te betuigen. En om die reden, laat ik het in mijn eigen woorden zeggen, heeft de wethouder gesuggereerd van zou je dat aspect misschien dan ook nog eens eventjes nader moeten bekijken, even los van het inhoudelijk beoordelen van de tekst. Maar het gaat hier om een uitvoeringswijze waarin we wat mij betreft ook een beetje consistent moeten blijven met onze eigen opvattingen te dien aangaande. Dus dat nog eventjes, leg ik nog eventjes in die midden neer, meneer Blanke. Ah, goed, wij hebben geen probleem om dat punt te laten vallen. Als dat voor de anderen ook geldt? Klopt, ook wij niet. Nee? Ja, want we hebben vier indieners, dus dan kijk ik ze alle vier even aan. Prima. Oké, nou dan hebben we denk ik alle aspecten die horen bij de behandeling van deze motie ook geadresseerd. Duidelijk is dat er inderdaad wel een verschil bestaat tussen de nationale component, hè, de algemene problematiek rondom dit soort bedrijven en onze specifieke EMCO-situatie. Ik kijk even naar de heer Huizing of hij nog behoefte heeft in tweede termijn een allerlaatste opmerking toe te voegen. Nee, maar ook niet zozeer vragen meer aan de orde. Dan stel ik u voor de beraadslagingen te sluiten en over te gaan tot stemming over de motie. De aangepaste motie in de zin dat inderdaad de motie nu afsluit met het verzoek om de Tweede Kamer, de motie wel onder aandacht te brengen van de Tweede Kamer, punt. Dat is dus de tekst waarover nu uw uitspraak wordt gevraagd en waarvan ik heb opgetekend en de griffier ook, en dat is nog veel belangrijker, want die optekening haalt de notulen, als het goed is. Dat er 22 van de 22 aanwezige raadsleden, 14 voor en 8 tegen stemmen, dus de motie is aanvaard. Al dus de conclusie. Daarmee, dames en heren, zijn we aan het eind van in ieder geval de van tevoren aangemelde bespreekpunten.
Bij het vaststellen van de agenda heeft op verzoek van de CDA-fractie u de ruimte gecreëerd om een agendapunt vreemd aan de orde van de dag toe te voegen over de verkeersveiligheid provinciale wegen. Ja, sorry. Ja, dat is helemaal terecht. Daar komen we zo aan toe. Maar de griffier maakt mij er terecht op attent dat we natuurlijk wel nog even de hamer hebben te laten vallen. Niet alleen over de motie, maar vooral ook niet vergeten dat het raadsbesluit ging over de jaarstukken. Waarvan ik al heb vastgesteld dat volgens mij een grote meerderheid, zo niet unanimiteit, kon worden ingestemd met het voorstel. Dus dat ligt anders dan de motie. Ja, kunnen we dat nog even met elkaar vaststellen? En dat is met algemene stemmen het voorstel aangenomen om kennis te nemen van de jaarrekening, de ontwerpbegroting 2019 en de zienswijze naar voren te brengen over de ontwerpbegroting 2019. Al dus betrekking te hebben op agenda punt 8.2. En dan zijn we inderdaad toe aan het toegevoegde agendapunt, de uitspraak over de verkeersveiligheid provinciale wegen. De heer Zuur, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, en dat kan dan natuurlijk ook weer vastgelegd worden in de notulen. De verkeersveiligheid op de provinciale wegen. Een aantal jaren geleden is gekozen voor het maken van een verkeersveiliger N376 tussen de rotonde Sleen, Noordsleen en aansluiting op de N34. Dit ging gepaard met verkeersdrempels, verleggen van wegen, snelheidsbeperkingen, etc. De provincie heeft in juni 2017 vanwege het feit dat het vigerende verkeersbesluiten niet meer actueel zijn, een nieuw verkeersbesluit over de N376 genomen dat de doorstroming en de verkeersveiligheid waarborgt. In dit besluit is vastgelegd dat bij Sleen een snelheid wordt vastgesteld van 60 km per uur. En ze heeft dit in overleg gedaan met de gemeente zoals ook de regelgeving daarvoor voorschrijft. De provincie is begin dit jaar gestart met een zogenaamd verkeersstromenonderzoek rondom Sleen. Blijkbaar zat er daarbij ook onderhoud van de wegen aan te komen. En daartoe is een onderzoek naar het wegverkeerslawaai ingesteld en zijn er ook verkeersstellingen verricht. Overigens in een bijzonder stille januari maand, een maand waarin het fietsverkeer drastisch beperkt is ten opzichte van het voorjaar, zomer en najaar. De provincie heeft op basis daarvan nu in overweging genomen de snelheid te verhogen. En met het aanbrengen van de bijzonder geluidsarme asfaltlaag heeft dat op basis van het geluidsonderzoek een beperkt effect op de akoestiek. Dit is als zodanig met aanwonenden besproken, zo hebben wij vernomen uit diverse publicaties. Echter, over verkeersveiligheid en doorstroming is daarbij met geen woord gerept. Het werd in die gesprekken zelfs vermeden of afgedaan met een zogenaamd grapje. Ik doel even op de snelheidsverhoging, dat ze nu al harder reden en dat ze dan, waarom dan een snelheidsverhoging een probleem zou zijn, omdat men toch al harder zou rijden gemiddeld. Niet echt bijdragend aan de ongerustheid die dorpsbewoners daarbij hebben. Naar aanleiding van de berichtgeving hierover is terecht dan ook grote onrust ontstaan in de directe omgeving over onder andere de verkeersveiligheid. En daarom vragen wij in een motie een uitspraak van de Raad om het college te verzoeken de provincie om in samenspraak met de omgeving de gevolgen van deze mogelijke wijziging in kaart te brengen op het gebied van doorstroming en verkeersveiligheid voordat er een besluit wordt genomen. Wij hebben daartoe een motie geschreven die mede ondertekend wordt door de PvdA, waarvoor dank. Ik zal hem even voorlezen. De Raad van Coevorden in vergadering bijeen op 19 juni 2018. Overwegende dat onze gemeente veel provinciale wegen kent waarbij sprake is van verschillende maximumsnelheden, dat deze snelheid vooral afgestemd moet zijn op voldoende veiligheid voor alle weggebruikers, dat de provincie Drenthe voornemens is om de maximumsnelheid op de N376 ter hoogte van Sleen te verhogen van 60 naar 80 km per uur. Dat dit in tegenspraak lijkt met de ingezette lijn om in het buitengebied de snelheid van 80 naar 60 km per uur te verlagen. Dat de provincie daartoe in januari 2018 een onderzoek verkeersstromen Sleen heeft uitgevoerd naar de gevolgen hiervan voor het wegverkeerslawaai en naar het verkeersverbruik. Dat de verkeersstellingen zijn uitgevoerd tussen 10 en 28 januari. Dat het de vraag is of deze metingen een goed beeld geeft over de gemiddelde
gebruik van bijvoorbeeld de twee oversteekplaatsen op het betreffende traject vanwege de winterperiode en het daardoor verminderd fietsgebruik door scholieren. En dat beide besturen van dorpsbelangen Sleen-Diphoorn, Noord-Sleen en Erm-Achterste Erm bij de inwoners van die dorpen, maar ook omliggende dorpen, door onvolledige of onduidelijke communicatie grote onduidelijkheid is over de reikwijdte van deze wijziging en er grote zorgen leven over de gevolgen voor de verkeersveiligheid, onder andere vanwege de twee oversteekplaatsen. En dan het volgende overweging, die heb ik laten schrappen zojuist. Daar kom ik straks nog wel even op terug. En dat als gevolg van deze voorgenomen wijziging op een relatief kort stuk weg op meerdere korte delen sprake is van 3 maximum snelheden, wat voor weggebruikers onduidelijk en verwarrend kan werken en dit niet bijdraagt aan een veilig gebruik, spreekt de gemeenteraad uit dat zij zich zorgen maakt over de gevolgen voor de veiligheid van deze beoogde snelheidsverhoging op het betreffende tracé en dat zij zich afvraagt of dit ook in de toekomst echt beperkt wordt tot dit deel, echt beperkt tot dit deel van de N376 en dat zij zich zorgen maakt over de onrust die deze beoogde aanpassing met zich meebrengt in de genoemde dorpen en daarbuiten bij weggebruikers. En verzoekt het college de provincie van deze zorgen in kennis te stellen, de provincie op te roepen over deze beoogde wijzigingen, zorgvuldig onderzoeksproces, waaronder mogelijk een hertelling van het verkeersverbruik in een voor- of najaarsperiode, en communicatietraject waarbij inwoners hun mening kunnen geven en hun zorgen kunnen uiten, te doorlopen. En de provincie te vragen om eventuele alternatieven en of maatregelen in overweging te laten nemen, waardoor een mogelijke verkeersonveiligheid die door deze aanpassing met name ter hoogte van de kruispunten ontstaat, te verminderen. De laatste overweging hebben wij nog zojuist geschrapt. Vanwege het feit dat je dan een technische discussie krijgt over begrippen die voor bepaalde wegen gelden. En daar moeten we ons niet in mengen. Daar zijn deskundigen voor. Kijk vooral naar de veiligheid, is onze oproep. Wij vragen hier nu aandacht voor, met excuses voor het laat toezenden. Maar we denken dat dit wel een heel goed moment is, omdat er in de loop van deze week een overleg is tussen de provincie en de verenigingen van plaatselijk belang, de dorpsbelangenverenigingen hebben wij begrepen. En er is 9 juli aanstaande een informatieavond. Dus wij denken dat het moment hier is dat ook de gemeente, gesprekspartner van de provincie, hier op dit moment aandacht voor vraagt bij de provincie als wij dat allemaal vinden. En dan kan dat extra steun geven. Niet om de snelheid per definitie op 60 kilometer te houden, maar om in ieder geval hier een zorgvuldig traject voor in te gaan. En dan op basis een discussie met inwoners, het uiten van de zorgen, de mogelijkheid te geven en daar een goede afweging van te maken wat er met deze weg moet gebeuren. Dank u wel. Dank u wel, meneer Zuur. Ik stel voor dat de heer Mulder nu, de heer Mulder van de Partij van de Arbeid, het woord neemt. Ja, dank u wel, voorzitter. De N376 is een provinciale weg. En toen ik de eerste zinnen van die motie las, dacht ik ook van, ja, provinciale weg. Misschien moet de CDA naar haar eigen statenfractie gaan en daar de vraag stellen. Maar als je dan doorleest, dan denk je, ja, daar is ook een gemeentelijk belang. Want ook het net aangehaalde verkeersbesluit, als je daarin leest, dan staat er niet alleen in dat het een verblijfsgebied is, maar deze weg en het verblijfsgebied moet ook voor gebruikers en omgeving de veiligheid, de verkeersveiligheid en de doorstroming waarborgen. En als ik dan in het hele communicatietraject en wat ik gehoord heb tot nu toe hoor dat het alleen over verkeerslawaai gaat, dan denk ik van ja, daar mist een deel en daar mist de verkeersveiligheid. En daarom ook deze oproep die wij willen steunen en daarbij ook dat het gemeentelijk beleid, zoals ook vastgesteld is in het mobiliteitsplan 2012-2020, ook aan de bewoners een vergelijkbare functie beschrijft over de N367, denk ik van provincie, ga nog eens goed onderzoeken samen met de omgeving, met de bewoners en gebruikers, wat zou je aan functie van deze weg toe willen kennen en welke snelheid past daarbij. En koppel dat ook als zodanig terug. Daarom ondersteunen wij deze motie als PvdA-fractie. Dank u wel. Dank u wel, meneer Mulder. Andere sprekers in eerste termijn?
Ja, de heer Mulder, van, nu van de BBC. Dank u wel, voorzitter. Natuurlijk zijn wij, is onze fractie ook van mening dat de verkeersveiligheid een zeer belangrijk item is. En daar moeten we zeker heel veel aandacht voor hebben. We begrijpen ook de zorg van het CDA en van de PvdA. En dat houdt ook, in onze fractie houden we ons daar ook mee bezig. Echter, onze fractie is op dit moment niet voor deze motie, omdat we op dit moment een beetje te voorbarig vinden. En wel om de navolgende redenen. Er zijn reeds bijeenkomsten geweest tussen bewoners, gemeente en provincie vanaf januari. U vraagt het college de provincie in kennis te stellen van de zorgen. Er is, naar ons weten, op 2 juli een inloopbijeenkomst gepland in het MFC, waarbij de provincie en gemeente en de betrokken dorpsbelangenvertegenwoordigers ook aanwezig zullen zijn. En wij zullen dat zeker monitoren. Er staat nog een bezoek gepland van een gedeputeerde, waar ook in ieder zijn zorgen kwijt kan. Er is nog steeds een onderzoek gaande en de bijeenkomst van 9 juli, wanneer die ook maar is, maakt daar deel van uit. Er is in de dorpen nog steeds geen eenheid, hebben wij ook gehoord. En we vinden dan ook dat als de dorpen een standpunt ingenomen hebben, wij ons daar sterk voor moeten maken. Wij zullen dat proces dan ook kritisch volgen. En u vraagt op dit moment de provincie om alternatieven voordat er überhaupt een beslissing is genomen. We zijn dan tegen deze motie op dit moment. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor uw bijdrage. Ja, de heer Oudeboon, VVD. Ja, voorzitter, dank u wel. Ook de VVD-fractie vindt verkeersveiligheid uiteraard een belangrijk punt. Ondanks dat iemand ons hier 4 weken geleden vertelde dat niet elke emotie moet leiden tot een motie, kunnen we ons toch vinden in dit voorstel. Er is inderdaad enige commotie ontstaan in verband met voorgenomen snelheidsverhoging in Sleen. In het prachtige Sleen, moet ik zeggen. En zijn buurtbewoners pertinent tegen, maar ook bewoners absoluut voor. Er is geen eenduidigheid op dit moment. Daarom is door de provincie in samenspraak met dorpsbelangen besloten om op 9 juli, voor de duidelijkheid, 9 juli, een inloopbijeenkomst te houden in Sleen in het MFC. Bewoners kunnen daar in gesprek gaan met de provincie, maar ook gedeputeerde Henk Brink zal daar aanwezig zijn om verhalen aan te horen. Dank u wel. Dank u wel. Andere, ja, de heer Stoker. Pak. Dank u wel, voorzitter. Allereerst de excuses van de heer Suur zijn aanvaard. Want als je inderdaad om 11:30 overdag een motie binnenkrijgt en je dan s'avonds ziet, dan is het inderdaad rijkelijk laat. Maar nogmaals, geaccepteerd. Ik heb hem niet gezien. Ik heb nog wel even een vraag, want u noemt namelijk een aantal argumenten van ik denk van, goh, ergens is ooit die weg een 60 kilometer weg geworden. Daar waren denk ik ook valide argumenten voor, namelijk de verkeersveiligheid. Bent u van mening dat de situatie de afgelopen 10 jaar zodanig veranderd is dat je niet ook nu gewoon zou kunnen zeggen van, goh, die 60 kilometer situatie zou gehandhaafd moeten worden? In die zin zeg ik van, goh, die motie is eigenlijk, u spreekt een aantal zorgen uit, die deden wij ook op zich. De commotie hebben we inmiddels ook van vernomen. Alleen waarom durft u ook niet, of wilt u ook niet gewoon sterker zijn door te zeggen van, goh, eigenlijk willen we gewoon die situatie daar niet gewoon handhaven op 60 kilometer per uur? Kunt u daar een antwoord op geven voordat ik inderdaad ga aangeven of wij de motie kunnen steunen, ja of nee? Heer Zuur. Ja, ik kan het in de tweede termijn doen. Ik kan het ook nu doen. Het is wat u wil. Ik heb het gevoel dat u de discussie bevordert als u het nu doet. Heel goed, heel goed. Nou ja, ik denk dat het goed is dat we als raadsleden niet op de stoel van verkeersdeskundigen gaan zitten. Maar wij hebben gevoel zegt dat je iets wat je relatief recent in het verleden nog hebt vastgesteld als benodigd om de veiligheid te vergroten en niet de onveiligheid te vergroten. Dat je dat niet binnen een jaar zomaar even verandert. En dat je daar in ieder geval in overleg treedt met de omwonenden. Daar een gedegen onderzoek naar doet. En wij hebben het gevoel dat dat nu, met een telling in januari, en zonder verdere onderbouwing, en dat je daar met inwoners tot nu toe, ja, dat eigenlijk angstvallig buiten de discussie houden, want je hebt het alleen maar over verkeerslawaai en die keukentafelgesprekken die er tot nu toe zijn geweest. Ja, dat we dat signaal wel moeten afgeven van, ja, verdikke, dat kan niet, je gaat dat niet voorbij, dat moet je wel nadrukkelijk benoemen. Of de situatie is veranderd op die weg, ja, dat zou moeten blijken uit tellingen die er ongetwijfeld in het verleden ook zijn geweest en nu ook zijn gedaan, zij het in de winterperiode. Maar daar moet iets onder liggen. En wij zijn ervoor, denk ik, omdat vooral dat proces
te beoordelen. Zonder dat wij zelf op de stoel van verkeersdeskundigen gaan zitten. Maar het gevoel is van, hé, wat is er dan veranderd dat het nu wel naar 60 kilometer kan? Behalve dan dat het nu toe is aan onderhoud en je misschien van een andere asfaltlaag voorziet. Dank u wel. Ja, kijk eerst even naar de heer Stoker of dat antwoord, want dat was een gerichte vraag van de heer Stoker aan de heer. Ik mag het vanaf deze plek doen. Hè. De vraag was van, goh, kijk, de perceptie, kijk, ik denk bij mezelf, ik rijd daar regelmatig langs en mijn perceptie is, daar heb ik geen meetinstrument voor nodig, dat het alleen maar drukker is geworden in de afgelopen 10 jaar. Want ergo, er zijn gewoon meer autogebruikers in Nederland. Daar hebben we geen tellingen voor nodig. Dus mijn vraag is van, wat zou er dan inderdaad in die 10 jaar veranderd kunnen zijn, wat nu dan rechtvaardigt om die 60 kilometer per uur te verhogen naar 80 kilometer per uur? Dat was in feite mijn concrete vraag. Ja, daar zou ik ook graag een antwoord op willen als onderbouwing dat het nu naar 80 kilometer kan. Maar dat zie ik nergens verwoord, niet door de provincie, niet in de discussie betrokken. En dat zou ik graag willen. Helder, dank u wel. Daarmee is ook de termijn van de heer Stoker in de eerste ronde afgerond. De heer Roedemaker meldde zich ook, D66. Deze toelichting van de heer Zuur verduidelijkt het wat mij betreft wel een stuk. Ik denk dat het vooral heel duidelijk moet zijn. Op dit moment is er een tendens binnen deze gemeente om van 80 kilometer zones naar 60 kilometer zones te gaan. Aan de ene kant, dit is natuurlijk een ontzettende mooie beweging vanuit het perspectief van wellicht verkeersveiligheid, maar ook milieu. Aan de andere kant, het moet ook handhaafbaar zijn, maar dat is denk ik weer een heel ander issue. Ik denk dat wij deze motie steunen. Het proces is in deze ook bijzonder belangrijk. De motie had wat ons betreft wel wat meer to the point mogen zijn, maar steun, beslist. Helder, dank u wel. Bouwers, PPC. Ja, dankjewel voorzitter. Het is eigenlijk nog geen 10 jaar geleden, geloof ik, dat die weg is veranderd. En toen was er ook al wat ophef op. Ja, en als het aan de andere kant weer op gaat, dan heb je daar ook. Wat ons betreft is het jammer dat er nou eigenlijk geen duidelijkheid in de dorpen is. Wat hier Oudeboom eigenlijk ook aangeeft. Er moet nog over vergaderd worden in de dorpen. En er is geen eenheid. Ja, dan krijgt dat, maar is in die dorpen altijd die eenheid. Maar ja, dat is het, hè. Maar in ieder geval, in de tijd zijn er die drempels ingelegd om de snelheid naar beneden te krijgen. Ja, en nu is het bij 10 jaar verder en dan moeten ze er weer uit. Ik vind het heel kort door de bocht van de provincie. En wij wachten eerst eens af wat er gebeurt in de dorpen, wat daar de uitspraak van de dorpsbelangen is. En dan zien we wel hoe zich dit ontwikkelt. En we gaan voorlopig sympathieke motie, maar we gaan voorlopig daar niet mee akkoord. Helder. Dank u wel. Daarmee komen we aan het einde van de eerste ronde van de raad. Nu de echte portefeuillehouder, de heer Huizing. Hey, meneer Mulder nog? In de Een moment, wacht even op de wethouder. Ja, eerst toch een reactie, ja. U was te snel. Ja, verkeersveiligheid. Volgens mij een onderwerp waar we het heel vaak over kunnen hebben. En met name nu merk je, en dat zal ook de reden zijn voor het indienen van de motie, verwacht ik, dat je merkt dat er toch wel behoorlijk onrust is ontstaan. Er is al op gewezen door een aantal sprekers. Ja, niet iedereen denkt daar hetzelfde over. Niet iedereen is erover eens of voor dit weggedeelte 60 nou de goede snelheid is of 80. Volgens mij is dat ook helemaal niet de crux. Volgens mij is de crux dat het verkeersveilig moet zijn. En dat daar de beleving, dat daar het gevoel bij de mensen vooral zit van we gaan dit weggedeelte, gaan we de snelheid van 60 zoals die nu is verhogen naar 80. Alleen aan maatregelen, bijvoorbeeld op kruispunten, ja, daar worden eigenlijk geen aanvullende maatregelen getroffen. En dat leidt tot ongerustheid. Ik denk dat al die mensen ook geen deskundigen zijn, verkeersdeskundigen, maar ze zijn in ieder geval wel ervaringsdeskundigen. En ik denk dat het heel belangrijk is
En volgens mij is dat ook de lijn zoals we die als gemeente ook graag inzetten, dat je dan een zorgvuldig traject inzet. Ik zie ook dat de provincie in ieder geval ook bijvoorbeeld stappen heeft gezet om keukentafelgesprekken te voeren. Ja, hoe die dan zijn verlopen. Ik heb er niet bij gezeten. Ik lees daar wel dingen over. Nou ja, dat volgens mij de enige manier om echt te kunnen oordelen over hoe iets gegaan is, is als je erbij bent geweest. De constatering is in ieder geval wel dat in de beleving van sommige mensen de gesprekken niet breed genoeg gingen. En vooral niet over verkeersveiligheid. Terecht is ook al aangegeven, er is binnenkort een informatiebijeenkomst waar volgens mij wat daar precies gaat gebeuren, daar verandert of daar is de berichtgeving nog iets verschillend over. Mijn beeld is dat aan de ene kant een toelichting is op de plannen, maar dat daar ook wel degelijk ruimte is om in gesprek te gaan daarover en om daar ook van de kant van de provincie meningen op te halen. Ik denk dat inderdaad de allerbelangrijkste is. wat we in ieder geval hebben gezien, de verenigingen voor plaatselijk belang, de drie min of meer direct betrokkenen, Noordsleen, Sleen Diphoorn en Erm, die zitten op één lijn, hebben ze al aangegeven. Ook al is er met name onder de bevolking in Sleen wat verdeeldheid. Nou, ik denk dat het heel goed is dat juist die inwoners in staat worden gesteld om een mening weer te geven. Wat wij ambtelijk hebben aangegeven, kijk, voor ons ook 60 of 80, dat is denk ik echt de provinciale afweging. Maar ons belang zit er ook in dat het wel gewoon in ieder geval niet onveiliger wordt dan het nu is. Het zou helemaal mooi zijn natuurlijk als we nog een plusje kunnen krijgen op de veiligheid en als de situatie nog veiliger zou worden dan die nu al is. Dus dat is ook onze inzet geweest als... als uw raad die motie of de motie aanneemt zoals die hier ligt, dan zullen we dat signaal zullen we ook verder gaan brengen. Ik weet niet of het in dat kader ook zo effectief is om te zeggen van nou ga nou het onderzoeksproces opnieuw doen. Ik heb de gegevens niet waar ze zich op baseren. Dus volgens mij is die telling uitgevoerd. Nou, daar kun je misschien wat op- of aanmerking bij maken. Maar misschien moet dat dan vooral in de conclusies leiden. Ik denk dat het vooral van belang is, en dat proef ik eigenlijk bij heel veel fracties, dat het zorgvuldige proces, dat dat doorlopen wordt. Dat er goed geluisterd wordt naar inwoners en dat gewoon vooral goed gekeken wordt van wat doet deze aanpassing nou met verkeersveiligheid en is dit dan een aanpassing die je wel of niet moet gaan doorvoeren. En als dat de boodschap is die uw raad met deze motie wil afgeven, daar... dan zullen wij die uiteraard gaan uitvoeren. Dank u wel. Dan gaan we over naar een tweede termijn. Maar ik ga wel toch eerst kijken naar de indieners van de motie. En dan komt de heer Mulder weer aan boord van de BBC. Eerst kijken of de heer Zuur als eerste indiener behoefte heeft in te reageren in de tweede termijn. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, even de reacties bijlangs. PvdA steunt en geeft een aantal dingen terecht aan. BBC 2014 reeds overleg geweest tussen diverse partijen. Ja, maar er staat ook nog een aantal overleggen te gebeuren. 2 juli is inderdaad 9 juli. Laat dat inderdaad ook helder zijn. Er is nog steeds onderzoek gaande. Ja, maar wij vinden het wel nodig om nu een signaal af te geven gezien de onrust die er al is geweest. Het moet geen informatieavond worden waar even wordt meegedeeld wat er gaat gebeuren. Maar er moet ook zeker nog ruimte zijn. In ieder geval moeten die mensen dat gevoel krijgen, laat ik het dan zo zeggen. Er zijn nog geen standpunten ingenomen. En pas dan alternatieven. Alternatieven voordat een beslissing is genomen. Volgens mij doe je dat meestal. Eerst de alternatieven op een rijtje en dan de beslissing nemen. U had het over, er is nog geen beslissing genomen. Dus we hoeven ook nog niet na te denken over alternatieven. Nou, volgens mij is dat de verkeerde volgorde. Eerst de alternatieven en dan de beslissing. En ik heb het gevoel dat hier nog moet gebeuren. Dus ja, ik doe toch een klemmend beroep op de BBC om deze motie te steunen. Het is geen oproep om iets te frustreren. Het is alleen maar een oproep om onze zorg uit te spreken en vooral een signaal vanuit de gemeente te laten geven. VVD, nou, ik interpreteer het als steun. En naast één motie hebben we nu ook commotie. Dat is een mooie, die houden we erin.
Pak, heb ik al de vraag hopelijk voldoende beantwoord. D66, ja, kon ik ook goed mee leven. PPC houdt nog even het kruid droog. Maar de wethouder heeft net gereageerd. Nou, in die reactie kan ik mij ook goed vinden. In ieder geval hebben we in de motie wel het woordje voor wat betreft dat heronderzoeken of opnieuw onderzoeken, waaronder mogelijk een hertelling. Maar je zou ook kunnen denken aan een bijstelling, een vermenigvuldigingsfactor die je gebruikt voor de telling in de wintermaanden, om die voor de zomermaanden van toepassing te laten zijn. Dus wat ons betreft geen heronderzoek, maar vanaf nu gewoon een zorgvuldig traject. Dank u wel. Dank u wel. De heer Mulder, PvdA. Ja, ik sluit me hier volledig bij aan. Ik zou wel willen pleiten om niet te veel in de inhoud te gaan en over tellingen en dergelijke. Maar het gaat echt om dat wij een signaal afgeven over de verkeersveiligheid, dat nadrukkelijk wordt meegenomen. Helder, dank u wel. Meneer Mulder, BBC. We willen graag even schorsen, kan dat, voorzitter. Altijd, als dat een verzoek is wat u doet, dan is het goede gewoonte, die wou ik maar proberen aan te houden deze bestuursperiode, dat wordt gehonoreerd. Mits het geen schorsing van een uur is, maar dat lijkt me niet nodig. Nee? Korte schorsing. Zullen we schorsen tot 9 uur? Oh, dat vindt u al te lang? Nou, dan schorsen we toch tot 5 voor. Nee, de vergadering is even geschorst. Goed, dames en heren. Het is nog iets langer dan 5 minuten. Maar de schorsing leidde tot nog enig overleg. Maar ik geef graag hervatte vergadering weer in tweede termijn van de kant van de Raad. Waar we inmiddels aangevangen bij de fractie van de BBC. De heer Mulder vroeg om een schorsing, dus hij heeft het woord. Dank u wel, voorzitter. Wij hebben even, zoals even overleg gepleegd en na een kleine aanpassing van de motie door het CDA die zo toegelicht zal worden, kunnen wij ook akkoord gaan. Natuurlijk zijn wij ook voor de veiligheid en met name de zorgvuldige procesvorming die plaats gaat vinden, wat toegezegd is ook door de wethouder, die heeft ons overtuigd dat we in kunnen stemmen met deze motie. Dus waarvan dank. Dank u wel. Dan denk ik dat het op zijn plek ligt dat de heer Zuur zijn beurt in de tweede ronde tweede maal heeft gehad. Maar er ligt nu wel even een nieuw feit dat de heer Zuur de gelegenheid krijgt om dat even toe te lichten. De heer Zuur. Ja, dank u wel. Er werd al even gerefereerd naar dat we geen hertelling zouden moeten hebben of geen opnieuw een volledig onderzoek. Nou, daar is de wijziging op gericht. Verzoekt het college. Eerste gedachtenstreepje is de provincie van deze zorg in kennis te stellen. Dat blijft gelijk. Een tweede gedachtenstreepje wordt de provincie op te roepen over deze beoogde wijziging een zorgvuldig communicatietraject te doorlopen waarbij de argumenten van alle betrokken partijen goed worden gewogen. En het derde gedachtenstreepje blijft staan. Oké. Okay. Dus inderdaad de specificatie dat er een zorgvuldig onderzoeksproces. Onderzoeksproces waaronder mogelijk een hertelling van het verkeersgebruik in een voor- of najaarsperiode vervalt. Ja. En vervalt inwoners hun mening kunnen geven en hun zorgen kunnen uiten. Ja, dat is op een andere manier geadresseerd in de tekst die nu voor ligt. Goed, dat is wat iedereen helder, hè, dat er een andere tekst voor ligt. Ik kom bij de heer Oudeboom sowieso terecht in zijn tweede termijn, want heeft hij die kans nog niet voor gehad. Maar kijk ook nog even in de richting van de heer Mulder, PvdA. Want die heeft ook nog niet de kans gehad om zich uit te spreken over deze gewijzigde tekst. En anders komt hij in de tweede ronde niet meer aan de beurt. Meneer Mulder? Ik had al een tweede ronde gehad, maar nu over deze tekst kan ik mij volledig in vinden. Dat is helder, dank u wel. Goed, dan hervatten we wat mij betreft, want de heer Mulder BBC heeft zojuist inderdaad zijn tweede termijn afgesloten. En dan zijn we bij de heer Oudeboom, VVD, voor zover hij behoefte heeft. En dan gaf hij ze juist aan, dacht ik. Dank u wel, voorzitter. Ik ben erg nieuwsgierig wie opdrachtgever is van de telling die op dit moment plaatsvindt, ter plaatse. Want ik heb gezien dat er een telapparaat staat. Dus dat is een vraag aan de wethouder, portefeuille. En daarnaast wil ik toch iets toevoegen aan het hele verhaal.
De weg is 10 jaar geleden ongeveer veranderd van een 80 kilometer weg naar een 60 kilometer weg. De reden daarvan, op dat moment, was dat ze de doorstroom wouden tegengaan op die plek. Dus het was een doorgaande weg, hè? Mensen die weg in beeld hebben. Het is een doorgaande weg van Nieuw-Amsterdam naar Assen. Heel veel verkeer ging van Nieuw-Amsterdam naar Assen. Daar hebben veel dorpen last van gehad. En toen hebben ze gezegd, we gaan die weg ontzettend onvriendelijk maken. We gaan bij Nieuw-Amsterdam een paar rotondes neerleggen. We gaan schuine stukken weg erin maken, bochten erin maken, 60 kilometer wegen en stukken maken. Onder andere bij Schoonlo en bij Sleen. Dus dat is puur om te ontmoedigen. Het is dus niet zo ineens dat die weg nou weer een stuk veiliger is geworden en dat het daarom 80 is. En ik heb eigenlijk het idee dat dat beeld wel geschetst is hier net. De provincie wilde op dat moment de mensen over rijkswegen hebben. Dus mensen die in Assen werken, niet door al die dorpjes, maar via de Rijksweg of de N381 naar Assen. Dank u wel. Dan zijn we gebleven bij, volgens mij, ja, de verwachting die het pak boven de markt heeft gehangen, meneer Stoker. Nou, voorzitter, allereerst ben ik blij dat we hier een Rijnstructuur in ons midden hebben die een geheugen heeft als een olifant, want die heeft het allemaal fantastisch uitgelegd. Bedankt daarvoor. Nou ja, voor ons was de beantwoording net al voldoende met de aanvulling die zojuist is gegeven. Gaat ons wel te ver om nu de motie Mulder te gaan noemen. Maar we kunnen ons prima vinden in datgene wat er op dit moment voor ligt. Dus we gaan akkoord met de motie. Dank u wel. Dan zijn we bij de heer Hoedemaker nog behoefte aan het tweede termijn. Hoeft niet. Nee hoor, wij kunnen ons prima vinden in de motie. Dank u wel. Meneer Bouwers nog behoefte aan het tweede termijn. Nou, ja, heb ik nog wel even de wethouder gehoord hebbende. En de wijziging in de tekst, nou, daar lig ik nog niet zo van wakker. Ik lig meer wakker van wat de heer Oudeboom nog weer aangeeft. En wat ik ook in de eerste termijn heb gezegd, dat het 10 jaar geleden allemaal is gewijzigd. Maar goed, de toekomst is anders. In die zin van, wij gaan voor deze motie. En dan zien we hoe zich dat ontwikkelt en dat het dorp er goed bij wordt betrokken. Dank u wel. Dan zijn we daarmee alle fracties gepasseerd. Heeft de wethouder nog behoefte om nog even te reageren? Al was maar op de specifieke vraag, bijna een technische vraag, van de heer Oudeboom. Verraadt iets van zijn oriëntatie? Ik zou het u niet durven zeggen op dit moment, maar dan kunnen we uiteraard even navragen van wie dit telapparaat is. Ja, verder het signaal is volgens mij heel helder, want als de hele raad vindt dat we hiermee op pad moeten, nou dan... Ik heb al eerder gezegd, dan pakken we het op en dan gaan we mee aan de slag. Dank u wel. Goed, dan lijkt mij dat de conclusie ook dan voor de hand ligt. Dat de motie met algemene stemmen kan worden aanvaard. Bij deze het geval. Daarmee zijn we bij de sluiting van deze raadsvergadering aangekomen. Dank u wel. Voor uw bijdrage vanavond. Het was een geanimeerd gesprek bij Tijd en Mijlen. En dat vooral over de moties. En de agendapunten hadden nog veel minder tijd nodig. Goed, dank u wel, Welthuis. Tot de volgende keer. De sluiting van deze raadsvergadering aangekomen. Dank u wel. Voor uw bijdrage vanavond. Het was een geanimeerd gesprek bij Tijd en Mijlen. En dat vooral over de moties. En de agendapunten hadden nog veel minder tijd nodig. Goed, dank u wel, Welthuis. Tot de volgende keer.